We zijn er weer, nieuwe aflevering, nieuwe vechter. En vandaag ben ik in Rotterdam bij niemand minder dan Mohamed Touchasi. Hij is een van de grootste talenten van dit moment. Heeft zijn laatste 5 tegenstanders allemaal knock-out geslagen. Dus ik hoop dat ik niet knock-out ga vandaag. Laten we kijken, man. Zoals je ziet is hij hier hard aan het trainen. Als ik zo een beetje de geluid hoor en de kracht. Ik word wel een beetje zenuwachtig. Mo, hoe is het? Goed man, hoe is het met jou? Lekker, alhamdulillah. Goed. We zijn hier in Rotterdam. Ja man. Oude Westen Gym. Oude Westen Gym in Rotterdam. Gelis Gym. En ja, we zijn er. Ik ben blij dat jullie er zijn, man. Wat is jouw, wat is jouw favoriete techniek? Ik denk toch wel de rechter high kick. Rechter high kick? Rechter high kick naar het hoofd. Vind ik wel lekker om te geven. Nee, ik heb ook veel wedstrijden zo gewonnen. Ja. En ik vind het gewoon een lekkere techniek. Hij komt er makkelijk en snel uit. Oké, okay, dat wordt lastig voor mij. Ik ben stijf. Niet zo lenig. We gaan even goed opwarmen. Maar we gaan nog goed opwarmen en dan komt het goed, man. Dus blijf kijken. Ja, ik probeer meestal even goed mijn afstand te bewaren. Ja. En als ik zie dat ik hem kan raken, dan geef ik hem zo boom. En dan probeer ik gewoon goed met mijn lichaam erin te draaien. Boom, boom. En dat is eigenlijk een beetje. En wat is dan belangrijk bij je met je voeten? Is de bedoeling goed dat je goed op je bal staat. Ja. Dat je hem goed met je heup erin draait. Okay. Dat je je lichaam echt naar voren gooit. Dus je geeft hem. Ik meet hem en ik doe. Yes. Gooi mijn lichaam gewoon erin. Ga het gewoon proberen, yes, man. Let's komt go. Goed, boom. Probeer hem gewoon goed in te draaien. Kom maar, meer met je heup erin. Kom. Boom. Boom. Dat lijkt er meer op. Kom maar. Dan. Eén van jouw laatste partijen die ik heb gezien. Klopt. Die heb je ook afgerond met een high kick. Met de rechter high kick, klopt. Was dat gepland? Heb je dat getraind? Of? Ik voelde hem aan, dus ik gaf hem, linkerhoek, rechterhoek. Ja. En ik liep in. En ik zie, hij wil instappen. En toen, boom, wow, gooide ik hem eruit. Wat ik vaak zie, is vechters van, die uit deze gym komen. Klopt. Kunnen goed trappen. Hè? Klopt. Wordt dat vanaf jongs af aan erin gedaan? Of? Onze trainer, Gelit Chenouf, hij werkt veel met ons op de benen ook. Ja. Eigenlijk het complete plaatje, boksen, maar... Er wordt ook gewoon veel benen getraind, veel trappen, veel draaitrappen, verferra, hoe we dat dan zeggen. Dus eigenlijk het complete plaatje wordt hier getraind en trappen is daar ook een onderdeel van. Ik heb gehoord van bepaalde broers dat je groot fan bent van Badr Hari. Ja, niet per se een groot fan, maar het is wel een... Iemand naar wie je veel hebt gekeken? Naar wie ik veel heb gekeken, naar wie toen ik wat kleiner was wel naar opkeek. Vooral naar zijn vechtstijl, hoe die vecht en zijn stijl is gewoon levensgevaarlijk. En ik probeer ook een beetje zo'n stijl in de ring te creëren voor mezelf. Gewoon levensgevaarlijk zijn voor alles en iedereen. En je wordt ook daarom denk ik ook wel de jonge Badr Hari genoemd. Ja, je beweegt net als hem, hetzelfde lichaam. Ja, dat zeggen ze een beetje, maar Badr is Badr en ik ben Mo Touchasi. Een van de grootste talenten op dit moment, ik zou zeggen, hou hem in de gaten man, hou hem in de gaten. Thanks man, dankjewel. Nu komen we eigenlijk aan bij het onderdeel waar ik het minste zin in heb. Ja, sparren. Oh. Lekker man, ik heb zin. Dit was Ridda Eddering voor deze keer. Hij is niet normaal, man. Hij is niet normaal. Thanks, man. Dankjewel. Misschien wil jij hem afsluiten, is beter, denk ik.
Ja, toch. Abonneer, like. Support deze jongens sowieso. Ridda, komen leuke dingen aan. Oesh. Oesh.